There's no I in it, I bring it on my team. Who'd you wanna holler, who'd you wanna never know? Don't be a sheep when you can be the goat. Great, it's a good time and you never know. Don't show up to my show if you've got no. Leon, jij was onlangs op een zeer geheime missie. Jazeker. In Parijs voor een game die elk jaar verschijnt van een publisher en het gaat om voetbal. Ja, wat zou het nou toch zijn? Pro Evolution Soccer. Nee, FIFA 18. Normaal was ik degene die naar Engeland of Parijs, de laatste jaren Parijs, mocht afreizen voor FIFA. Dit jaar heb ik jouw plekje gekaapt. Ja, mijn paspoort was nog niet klaar, dus ik kon helemaal niet. Excuses. Maakt niet uit. Maar FIFA, ik was natuurlijk altijd wel degene die de eerste blik mocht werpen. En zijn vorig jaar natuurlijk overgestapt naar de Frostbite Engine. Klopt. Dus de eerste vraag, hebben ze ontwikkelingen gemaakt sinds vorig jaar? Ja, was natuurlijk vorig jaar stapten ze over naar de Frostbite Engine en toen verwachtte iedereen een hele grote grafische stap. Ja. Maar dat viel uiteindelijk toch een beetje tegen. Ja. En ik heb wel een beetje het gevoel dat ze dit jaar wel die stap hebben gemaakt. Omdat ze moesten vorig jaar natuurlijk ook nog een beetje wennen aan de Frostbite Engine. Dat was allemaal nieuw. Ze waren er toen wel een paar jaar mee Ja, ze waren bezig, er wel mee aan te experimenteren. Maar hey, het grafisch ziet er allemaal mooier uit. De vergelijkingen die wij te zien krijgen. Stadions zien er mooier uit. Ja, en, maar dat is ieder jaar natuurlijk maakt ze weer een stapje. Wat ze zelf vooral zeiden was dat ze met FIFA 18 de grootste stap in gameplay maken. Ooit. Oké, gaat het dan over bijvoorbeeld animaties? Ja, dat komt in het grootste gedeelte komt dat doordat ze de animaties een beetje op de schop hebben gegooid. Ze hebben nu een nieuwe motion technology system. Oké, chill. En dat betekent eigenlijk dat voorheen had je in FIFA vaak dat zeg maar op het moment dat je naar links ging, dan moest eerst de animatie afgemaakt worden, bijvoorbeeld voordat je iets anders kon doen. Ja. Dus dan had je het idee dat je speler niet goed reageerde op wat jij deed, omdat hij eerst nog zijn animatietje af moest maken. Ja. Nu moeten die animaties allemaal soepeler in elkaar overgaan, waardoor je speler gewoon wat soepeler soepeler, dynamischer. Ja, precies. Maar dan, want je zei bijvoorbeeld al net tegen mij dat Ronaldo ook echt ja, als Ronaldo ze hebben, rent, ze hebben bijvoorbeeld een aantal topspelers, hebben ze allemaal nog wat uitgebreider gemotion captured. Bijvoorbeeld Robben ook, die heeft natuurlijk ook zijn iconische hoe die rent. Sowieso. En wat je heel erg voelt bijvoorbeeld is de overgang van als iemand loopt en dat je dan op de sprintknop drukt. Je ziet voorheen in FIFA zag je vaak dat hij dan gewoon in één keer ging sprinten. Nou zie je Ronaldo echt eventjes aanzetten, eventjes zijn voeten in de grond zetten en dan gaat hij rennen. Dat was al het plan in FIFA 17, dat hebben ze er volgens mij wel lichtelijk in geïmplementeerd. Maar gisteren heb ik ook nog even FIFA 17 gespeeld en dan merk je toch wel een beetje het verschil van, je merkt dan wel die overgang. Oké, dat is tof, maar zit daar ook, verandert dat de gameplay ook heel erg? Want heel veel mensen die ja, nou, het is een beetje lastig, wel een beetje, dat lastig zeggen, omdat van nu tot en met de game uitkomt, zijn ze nog vol met de game bezig. En bijvoorbeeld, je kijkt ook altijd als je de demo speelt altijd weer anders dan de uiteindelijke game. Wat ik nu vond, is dat het voelt wat soepeler aan door die animaties, doordat je wat sneller correcties kan maken. Maar tegelijkertijd was de game wel nog redelijk traag. Okay. Maar ze zeiden ook dat de game altijd wat sneller wordt naarmate de game bijna uitkomt, zeg maar. Wat ook nog wel interessant is, is dat ze wat meer gewerkt hebben aan de AI. En dat als je bijvoorbeeld aanvalt, moeten er altijd wat de spelers die zeg maar meegaan met die aanval of meegaan met verdedigen, die moeten beter aansluiten op jou. En je moet altijd, zal er iemand vrijlopen, zodat je altijd veilig een balletje een tikje terug kan doen en zo. Plus dat de spelers ook wat meer gebruik maken van het hele veld. En dat ze niet allemaal alleen maar, zeg maar naar het midden gaan, naar het penaltygebied. Maar dat ze ook allebei de buitenlijnen, dat ze daar gebruik van maken. Het klinkt een beetje wel weer dat FIFA een soort van tussenjaar heeft. Want vorig jaar, het klinkt mij heel erg bekend. Ja, nee, dat ze dit vorig jaar bekend hebben gemaakt. Het is inderdaad, zeg maar, vorig jaar had je in één keer nieuwe modi. Ja. Een nieuwe engine natuurlijk. En dit jaar is het vooral polishen van datgene wat ze vorig jaar gedaan hebben. Was allemaal leuk, maar het kon nog wat beter. En nu zijn ze zeg maar bezig om dat gewoon allemaal eventjes goed te implementeren. En waarschijnlijk volgend jaar krijg je dan weer allemaal nieuwe features. Ja. En waar ze ook heel erg mee bezig waren, dat ze ook al een beetje zeg maar wat ze Ronaldo rent zoals Ronaldo. Ze willen wat meer persoonlijkheid geven, ook aan teams bijvoorbeeld. In de zin van
dat teams meer verschillende speelstijlen hebben, zeg maar. Okay. Nu als je tegen AI speelt, dan lijken veel teams, die spelen allemaal een beetje hetzelfde. Ja, en in FIFA 18 willen ze bijvoorbeeld dat bij Barcelona dat dan meer tiki-taka is. Tegen Italiaanse clubs al meer Catenaccio. Engelse clubs zullen misschien wat meer gebruik maken van de lange bal, et cetera. En ja, ook met de motion capturing dan qua individuele spelers en ook qua gezichten en zo. Maar ja, de vraag daarbij is natuurlijk, we hebben nu alleen maar de topclubs gezien van United en ja, Real en zo. En daarbij heeft FIFA zijn zaakjes altijd wel redelijk op orde. Maar als je dan bijvoorbeeld met een Eredivisie clubje speelt, als je dat in FIFA 17 zag, dat was, die spelers waren niet heel herkenbaar. Nee, maar daar moeten ze ook een keuze in maken. Ze pakken natuurlijk de wereldclubs en dat is elk jaar dat ze ook echt de topclubs motion capture en dat de grote clubs ook echt spelen zoals ze het echt spelen. Dat, ja. Daar moet je eigenlijk inderdaad het meest op focussen. Want als jij een of ander klein clubje in Scandinavië of in het Oostblokland of weet ik veel waar of pakt. Of gewoon dan, Feyenoord, kampioen van de Eredivisie. Precies. Dan is het inderdaad een, wel weer een stapje terug. Ja, maar nee. Het klinkt wel weer hoopvol dat ze verder gaan werken aan het concept. Vorig jaar hebben ze natuurlijk ook de Journey geïntroduceerd. Daar gaan ze mee was, verder. Ja, was heel succesvol en daarom konden ze eigenlijk ook niet anders dan nu weer de Journey erin gooien. En je gaat nu weer aan de slag met Alex Hunter. De game mode heet ook The Journey Hunter Returns. Maar, dus je kan weer niet je eigen speler helemaal kiezen, maar je kan hem nu wel dit keer customizen. Dat betekent wel dat hij er hetzelfde uitziet, zeg maar, gewoon qua zijn bouw en dergelijke. Maar je kan hem wel tatoeages geven, ander kapsel, andere kleding. Dus dat is een eerste stapje. Daarnaast komen er nieuwe personages in het verhaal langs. Je gaat naar wat meer verschillende bestemmingen. En er komen ook meer personages bij waar je ook zelf mee kan spelen. Oh, dat is wel. Want eerst speelde je alleen maar met Alex Hunter natuurlijk. Ja. En je kan de Journey straks ook in multiplayer spelen. Dus je kan hem zeg maar gewoon de wedstrijden met z'n tweeën spelen. Dat is wel tof. En dan speelt de ander waarschijnlijk met een van de andere personages. Ja, daar wilden ze verder niet echt over uitweiden. Precies. Maar waarschijnlijk is het. Je kon natuurlijk altijd al kiezen of je speelt met het hele team of alleen met Alex Hunter. Ja. Waarschijnlijk kan je dan of gewoon met het team spelen zoals je altijd een potje 2 tegen 2 doet, bijvoorbeeld. Of je kan allebei één speler kiezen. De ene is Alex Hunter en de andere is gewoon een andere speler van de club waar je mee speelt. Ja, zijn er nog puntjes waarvan je dacht van oké, dit valt wel op voor FIFA 18, wat ze echt niet in FIFA 17 hadden? Leuk dingetje is sowieso wel voor iedereen die geen Xbox heeft, is dat bij Ultimate Team had je natuurlijk op de Xbox One had je een tijd lang Legends. En dan had je zeg maar Pelé en al die spelers, Ronaldo. Daarmee kon je dan in Ultimate Team spelen, maar dat kon alleen op Xbox als exclusief. Ja. En nu krijg je icons en dat is eigenlijk gewoon hetzelfde en dat komt en naar PS4 en naar Xbox One en naar PC. Dus dan kan je gewoon met al die spelers op ieder platform aan de slag. En verder, Ultimate Team is natuurlijk altijd een ding bij FIFA. Dat is echt ondertussen de grote cash cow. Ja, dat is maar, sowieso. En wat heel veel mensen gewoon heel tof vinden om te spelen. Maar daarover hebben ze eigenlijk verder niks verteld. En komt dat altijd, komt bij de Gamescom. Oké, op Gamescom inderdaad. Nog wat kleine gameplay dingetjes. Je had het al Over, nog één ding wat echt heel fijn is. En wat ik nu gewoon mis als ik FIFA 17 speel. Is de mogelijkheid om snel te wisselen. Je moet natuurlijk, nu als je FIFA speelt en je wil een speler wisselen, moet je altijd naar het menu. Dat doe je altijd op het slechte moment volgens je tegenstander. Die gaat dan altijd haten van, hey, je onderbreekt mijn spel. Daar hebben ze nu wat op gevonden. Dat heet de Quick Sub. En dat betekent dat zeg maar tijdens dode spelmomenten, dus tijdens een corner of zo, dan krijg je zeg maar rechts onderin je scherm krijg je een melding van wil je een speler wisselen. Dan krijg je zijn gezicht te zien. Je drukt eventjes op R2 bij een PlayStation. Dan zie je van ik wissel Ibrahimovic voor Rooney bijvoorbeeld. Dat is hun suggestie. Je drukt op kruisje, je drukt nog een keer op kruisje en dan is die speler gewisseld zonder dat je überhaupt naar het dat menu hoeft ofzo. Dus je kan gewoon on the fly wisselen en je kan zelf kiezen of je wil dat de game suggesties voorstelt. Dus gewoon dat hij denkt omdat een speler erg moe is ofzo. Of je kan instellen van bij iedere speler van als hij gewisseld moet worden, dan moet het die speler worden die op de bank zit. Dus je kan dat zelf al helemaal van tevoren instellen. Dat is wel chill, denk ik. En ik vind het heel. Het haalt zeg maar altijd de vaart weg uit het spel als je naar het menu moet gaan en gaat wisselen. Want
tegenstander zit dan altijd weer allemaal tactieken aan te passen en zo. Word ik altijd irritant. Ja. En, maar nu kan je gewoon tijdens de corner even spelertje wisselen en het houdt gewoon de vaart in het spel. Ja. En dat is wel heel fijn. Het is een heel klein dingetje, maar het is wel iets wat je straks enorm gaat missen als je het helemaal gewend bent en dan ga je weer een oude FIFA spelen. Oké. Okay. Nou, kort verdict over FIFA 18. Wat vind je er tot nu toe van? Ja, ik vind het veelbelovend. Het zijn geen hele grote wijzigingen. Ja, natuurlijk wel op gameplaygebied wel wat aangename dingetjes. Het is altijd een beetje afwachten hoe dat in de uiteindelijke game is. Want ze hebben nog een paar maanden om eraan te werken. En ze kunnen nog heel veel tweaken met hoe snel het spel is en dergelijke. En features eruit slopen, ja. Zoals ze ook nog wel eens doen. Zoals ze ook wel eens doen. Maar op dit moment veelbelovend. Oké. Okay. En we gaan erop letten. Ja, op Gamescom krijgen we meer te zien. En de game komt wanneer uit? 29 september. 29 september voor PlayStation 4, Xbox One en PC. Ja, pre-orderaars krijgen hem 3 dagen eerder.